hier is uw entertainment hostess voor vandaag, Smadar. Je maakt van een suf evenement een spannend evenement. En van een spannend evenement maak je misschien wel een nog spannender evenement. Het brengt net dat ene extra wat je vaak, en ik zoek nogal wat watten en zo, mist. Humor. Oké, dan gaan we het daarmee proberen. Van drie kwartier. En door Smadar sta ik al 4 uur op. Wat is het? Met lachje? Met hey, wat leuk jou te zien. Dat is toevallig een rode stropdas. En jij hebt een rode bloem. Hé, dat wordt lachen vandaag, toch? Nou, ik geloof er niks van. Ik heb... Heel erg aanwezig. En energiek. En ook al spannend om te weten hoe het verder gaat. Heeft u verwachtingen vandaag, mevrouw? In discussie gaan met elkaar. Dat verwacht u. Ja, belangrijk onderwerp. Nog iemand? Ja, oh kijk, heerlijk, al die vingers. Ja. En ik zou graag dan het woord discussie graag willen vervangen voor dialoog. Om dan luisteren ook echt naar elkaar. Open. Geen discussie, maar een dialoog. Welke muziekstijl vindt u hier nou bij passen? Waar u het allemaal over gehad heeft tijdens de lunchborrel, broodje, koffie. Jazz. Als Nederlander voel ik me blij, maar ik ben te vrij, ik ben te vrij, want waar moet het heen? O God, waar moet het heen? Ja, ik vond het erg leuk, ik vond het heel levendig, het is toch een hele serieuze dag. Het is ook gewoon goed om zeg maar tussen de verschillende gangen door die er werden opgeserveerd enige afleiding te hebben, maar ook enige relativering. Dat dan wel heel serieus is, maar dat ik gewoon een beetje moet blijven lachen in het leven. Na zo'n lange, lange dag bij de publieke zaak, heb jij me schat maar één taak, staat de bok maar koud. Dus u komt straks thuis, hè? Zo, heel goed. Dank u wel.